Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag een tweetal gasten. We praten allereerst met Tom van Oostrum. Hij is onder andere fractievoorzitter van de CDA hier in Tiel. Maar in de afgelopen raad had hij een hele andere rol. Tom, van harte welkom. Wat was die rol? Ik ben ook plaatsvervanger het voorzitter van de raad. Dus als de burgemeester niet kan, dan zit ik de raad voor. Ja, dat was door droevige omstandigheden. De vader van de burgemeester is overleden. Ja, dat is natuurlijk zeer spijtig. Zeker. Maar die raad die gaat gewoon door. Absoluut, ja. En jij hebt dus het voorzitterschap op je genomen. Ja. Hoe is die raad verlopen? Nou, op zich wel denk ik wel goed, is mijn indruk. We waren relatief vroeg klaar, 9:45. Nou, is dat geen maatstaaf van of iets goed is of niet, maar het is wel prettig. Dat is wel prettig, absoluut. Goed, efficiënt vergaderen denk ik met elkaar. Een aantal onderwerpen besproken. Dus ik denk als we terugkijken dat we een goede vergadering hebben gehad. Was vruchtbaar dus. Ja. De agendapunten, wat werd er besproken? Veel dingen natuurlijk. Met name als het gaat om de parkeren faciliteiten bij de beide poorten. De Westluidse poort en de Zandluidse poort. Ja, maar goed, dat gebeurt al jaren. Ja, het gaat om de manier van betalen. Ja, nou ja, precies, de inrichting van het parkeren. Mm-hmm. En het aardige is dat wij in Tiel best het nogal modern aan gaan pakken. In de zin dat als straks rij je de parkeergarage binnen. En dan word je met lichtjes op een lege plek min of meer gestuurd. Dus dat systeem gaan we doen. Ook een systeem dat alles registreert. Dus we kunnen ook straks zeggen van hoeveel mensen, hoe vaak en hoe lang geparkeerd hebben. Dus daar kun je ook je beleid steeds op aanpassen. Ja, dus, en je betaalt voor de tijd dat je betaalt, er staat. Precies. Dus niet te veel en zeker ook niet te weinig. Ja, precies. Achteraf betaald parkeren. Nou, dat was waar komen die centen vandaan om die apparatuur aan te schaffen? Die centen komen vandaan uit de begroting. Want het is wel buiten de business case. In dit geval zit het in het parkeerfonds. Oké. Voor- en tegenstanders, die waren er natuurlijk niet, iedereen was voor. Nee, wat een beetje onduidelijkheid was er rond van hoort het nou wel of niet in die business case, zeg maar. Dus hadden we dat niet al van tevoren kunnen bedenken, dat deze kosten. Maar juist omdat we eigenlijk gezegd hebben een aantal jaren geleden van we willen echt geavanceerde apparatuur hebben. Dus je moet niet in 3-4 jaar van tevoren beslissen wat je dan gaat doen. Dus hebben we eigenlijk nu voor iets heel moderns en wat de jaren mee kan gekozen. En dat geld komt dan uit de pot waar jij en ik ons geld in stoppen als we gaan parkeren. Dus het komt ook uit de pot waar... Parkeerfonds? Het parkeerfonds. Wie waren daarop tegen? Uiteindelijk was niemand daarop tegen, volgens mij. Er waren wel wat kritische vragen her en der. Maar dat mag. Ja, dat mag natuurlijk. Ja. Nog meer zaken? Ja, het andere punt is het schoolzwemmen. Ja, dat is nogal een hot issue in Tiel. Niet alleen het schoolzwemmen, maar ook het zwembad aan zich. Wie is het schoolzwemmen? Ja, dat zou afgeschaft worden per 2017. Ja, correct. Dat is een bezuinigingsvoorstel geweest. En dat is ook door de raad goedgekeurd. Alleen, nu merk je soms ook van dat besluiten van toen toch wel wat grotere gevolgen heeft dan je in instantie misschien kan inschatten. Kijk, schoolzwemmen is natuurlijk voor de veiligheid ontzettend belangrijk. Ja, En met name natuurlijk voor groepen in onze samenleving waar zwemmen wat minder normaal is. Of waar zwemmen gewoon heel duur is om zwemlessen bijvoorbeeld te betalen. Dus nu is eigenlijk de opdracht gegeven aan het college om met partijen te praten. En hebben het over met name de scholen, sportplaatsen zelf, ouders. Om te kijken, en ook de gemeente, om te kijken of je met in die vierhoek, zoals ik die schets, wellicht ook sponsors met bedrijven of iets dergelijks. Ja, even jou onderbreken. In 2012 al is besloten om dat schoolzwemmen per 2017 te gaan afschaffen. Ik weet niet precies of dat 2012 was, maar wel dat was 2012. Vrij recent. En het gaat om een bedrag van rond de 90.000 euro. Ja, dat is correct. Op jaarbasis. Ja. Ja. Dus als men het schoolzwemmen wil behouden... Ja, dan moeten dus ergens 90.000 euro structureel gevonden worden. Ja, kijk, dat is natuurlijk best wel een lastig dat verhaal. Is daarom ook. En dat is ook een beetje wat eigenlijk, eigenlijk de nieuwe samenleving tot gevolg is. Dat de mensen, burgerparticipatie, ja, precies, waar we de mond vol van hebben. Kijk, als wij als inwoners, hè, gewoon niet als politiek, maar als inwoners van Tiel een aantal voorzieningen in stand willen houden. Hebben we het over het schoolzwemmen, maar hebben we het bijvoorbeeld ook over de spelen, hè, speeltuigen in de buurten. Dan zul je echt nu met elkaar dingen moeten in stand moeten hebben of moeten houden. Ja. En dat is eigenlijk nu ook het geval. Dat je moet zoeken van kun je met de partijen die ik net genoemd heb, kun je daar een
tot een afspraak komen om, ja, als iedereen wat in bijdraagt, om toch dus dat schoolzwemmen in stand te brengen. Lukt dat niet, dan gaat het schoolzwemmen gewoon over. Ja, dat is echt, maar goed, we praten, Tiel, 43.000 inwoners, dus laten we zeggen ruim 2 euro per inwoner die daarvoor gereserveerd zou moeten worden. Dat is geen haalbare kaart, nee. Een gedeelte daarvan. Dus laten we zeggen dat er 30.000 euro vanuit de gemeente komt, maar dat betekent dus een gat van 60.000. En nou is de bedoeling dat op de een of andere manier dat geld bij elkaar geraapt gaat worden vanuit de maatschappij zelf. Dus deels door bedrijven, deels door noem het maar op. Ja. Het idee is om, dat is ook zeg maar de opdracht die de college heeft gekregen, om het uit te zoeken of je op een andere manier toch dat schoolzwemmen in stand kan blijven houden. Ja, nou even, want je hebt in de basis nu bij dit gesprek een dubbele pet op. Je was, of je bent bij die vergadering de voorzitter, ja, geweest. Ik schets nu ook de vergadering. Ja. Klopt, maar je bent tevens fractievoorzitter van het CDA. Ja. Hoe denkt het CDA daarover? Nou, ik denk dat het CDA ook een beetje in dezelfde lijn zit. Kijk, schoolzwemmen vinden wij wel belangrijk. Ik denk dat het helder is als je dat niet goed voor elkaar hebt, het zwemmen aan zich, dat je dan gewoon ongelukken gaat krijgen. Mm-hmm. Dat moeten we niet willen. Zeker niet in zo'n waterrijk land als Nederland is. Nee, en specifiek deze regio. Ja. Rivierenland. Dus ik hoop oprecht dat de partijen eruit komen. En dan vind ik ook dat de gemeente daar ook een bijdrage moet leveren. Dus het is niet zo dat we dat over de schutting gooien. En als dat niet lukt, ja, dan zal je misschien toch voor een aantal groepen zal je moeten kijken of je toch dat dan niet in school zwemmen, maar gewoon in het zwemmen kan regelen. Ja. Je kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld voor de minima, dat je daar vanuit het minimabeleid, mm-hmm, daar zijn potjes voor, om dan bijvoorbeeld te zeggen, nou, wat ook het voorstel van D66 was, om te kijken dat je voor die groep in ieder geval wel dat schoolzwemmen of dat zwemmen aan zich overeind kan houden. Dat zou dan een mogelijke oplossing kunnen zijn. De opdracht van de raad is dus geweest van zoek dan nou eens uit hoe, ja, we het met elkaar kunnen, ja, oplossen. Maar dat vind ik, kijk, wat D66 aangedragen heeft, dat is op zich sympathiek, maar ik vind dat nog te vroeg. Mm. Je moet echt proberen met elkaar dat schoolzwemmen in de lucht te houden. Ja. Want het is niet alleen maar een kwestie van geld, het is ook een kwestie van cultuur vaak. Dus dat schoolzwemmen is toch een hele goede manier om voor een aantal kinderen die eigenlijk niet vanuit huis uit meegekregen hebben om te zwemmen, ja, om die toch ook in het zwembad te krijgen en die ook te leren om zich, als je in het water valt, staande te houden. Hoe groot acht jij nou de kans dat het uiteindelijk niets gaat opleveren? Ik denk 50-50. Ik hoop ook dat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid op neemt en pakt. Ook echt serieus naar dit voorstel kijkt. Want als dat niet gaat worden, ja, dan is de kans buitengewoon groot dat schoolzwemmen echt gaat verdwijnen per januari. Dat is echt de consequentie. En dat zou een kwalijke zaak zijn. Ik zou dat heel erg jammer vinden, ja. Ja, ja, echt heel erg jammer. Goed. Nog veel belangrijker. Schoolzwemmen, dat is natuurlijk één. Maar dan moet je wel een bad hebben waar je dat in kunt doen. Een zwembad. Ja, dat klopt. Ik neem aan dat je doelt op het nieuwe zwembad. Of Goedendaal. Het gebouwde zwembad, ja. Mm-hmm. Momenteel wordt er, nou laat ik een stap terugzetten. Ik denk een half jaar, drie kwart jaar geleden heeft de raad, ook het CDA, gezegd tegen het college, wij willen eigenlijk een zwembad in Tiel, wat minimaal de eisen heeft zoals het zwembad er nu ligt, ja, qua voorzieningen. Een mooi glijbaan, leuk bad, kinderen ook recreatief bezig. Ja, dat was de opdracht die meeging, ja, met de wethouder dus kijk, Driessen. Ja. Maar natuurlijk een hele moeilijke opgave, want er is geen geld, werd er meteen bij gezegd. Dat klopt, dat is het uitgangspunt. Maar we hebben er wel iets bij gezegd. Hoe moet die wethouder dat gaan doen? We hebben er iets bij gezegd. Mm-hmm. We hebben gezegd, daar mag je alles voor inzetten. Dus we hebben een zwembad wat op onze eigen grond staat. Misschien zou je bijvoorbeeld die grond kunnen verkopen. Of je kan dan misschien iets ontwikkelen wat geld oplevert. En je kan ook aan de verenigingen die nu het zwembad gebruiken vragen. Nou, zijn er bijvoorbeeld dingen die jullie zelf kunnen regelen of kunnen organiseren binnen dat zwembad? Zoals exploitatie daar laag van wordt. Dus Tom Poes was in een list. Bedenk alles, haal alles erbij, duwel zou moe om te zorgen. Te behouden wat we hebben. Ja, precies. Dus weet, dat je de staat, weet je de status van op dit moment? Ik weet dat er gesprekken zijn met een aantal partijen. Maar ik weet niet op dit moment wat daar nou precies de uitslag is. Maar gaat het CDA zich er hard voor maken dat het zwembad überhaupt blijft?
Nou, er zal sowieso een zwembad zijn. Laat dat duidelijk zijn. Ik kan me herinneren namelijk bij jullie verkiezingencampagne... Ja. Dat er duidelijk werd gesteld dat het zwembad moest blijven. Dus jullie zijn daar voorstander van. Kijk, maak je daar hard voor. Kijk, wij hebben altijd gezegd, CDA is echt een sportpartij. We vinden sporten bewegen ontzettend belangrijk. Buiten het zwembad natuurlijk de voorzieningen van allerlei sportverenigingen. Daar hebben we ons altijd hard voor gemaakt. Wat dat betreft is sport voor ons gewoon echt een heel belangrijk issue. Mm-hmm. En het zwembad is eigenlijk voor iedereen van Tiel ontzettend van groot belang. Dus wij zullen er echt alles aan doen om ervoor te zorgen dat er een mooi en goed zwembad in Tiel blijft. Dat is echt onze insteek. En daar wil ik ook wel op afgerekend worden. Oké, nou goed. Ook dat blijven we natuurlijk dan kritisch volgen. Ja. Die vergadering aan zich, waren er nog meer zaken? Wat technische zaken met begrotingen en van de werkzaak bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is altijd een lastig verhaal omdat ze even 1, 2, 3 hier te vertellen wat er financieel gebeurt. Ja, dus op zich, ik denk wel dat dit de belangrijkste punten waren van de vergadering. Ja. Als je terugkijkt, een goed gevoel daarover naar het zomerreces? Ja, ik denk dat we natuurlijk in een vernieuwde raadzaal, was ook wel aardig. Ja. Was allemaal spannend natuurlijk, zag er allemaal anders uit. Allerlei techniek wat je natuurlijk mee te maken had. Ik vind dat er heel mooi uitzien, overigens, de raadzaal. Ik denk dat we trots op mogen zijn. Maar buiten dat, het is ook efficiënter, het werkt beter, hè? Dat is het ook. En daar gaat het om. En het is ook, kijk, het is de raadzaal, maar vergis je niet hoeveel die raadzaal ook gewoon door de week wordt gebruikt. Mm-hmm. Gewoon door het ambtelijk apparaat, door partijen die we op bezoek hebben. En we kunnen echt nu de komende jaren, echt in het hart van de democratie, kunnen we goed ons werk doen, denk ik. Nou, dat is dus dat is hartstikke mooi. Hartstikke goed. Ja, zeker. Hey, we staan op het punt van het evenement, de evenementenmaand. Hè. Er gebeurt natuurlijk van alles en nog. Nou, je kunt het al zien buiten, hè, met een mooie tent. Maar dus, de grote evenementen, Appelpop en Corso komen eraan. Ja. Toch is er voornemen om het een en ander te gaan bezuinigen. 12.500 euro bij het Corso, ook bij Appelpop. Nou, is Appelpop een rijke club. Dus die zullen dat wel kunnen overleven. Bij het Corso is dat een ander probleem. Nou, kijk, wat nu aan de gang is, is te kijken van... pak de evenementen van Tiel en kijk nou eens of het op een goedkopere manier kan. Mm-hmm. Want de evenementen, hoe goed ze en mooi ze ook voor de stad zijn... die hakken aardig in de begroting. Ja. Dus... Op alle dingen moeten we kritisch zijn. Dus ook op de dingen die we allemaal heel erg leuk vinden, moeten we ook kijken, kan dat niet op een andere manier? Kan je niet dingen goedkoper, efficiënter? Dus is kunnen, niet kunnen per definitie gezegd dat dat geld bezuinigd gaat worden, daadwerkelijk? Nou kijk, de opdracht is om te kijken wat kan. Daar zijn we nu mee bezig. Dus we hebben daar nog geen bedragen exact aan gekoppeld van dat die instantie moet zoveel. Dat moet. En misschien kun je ook door efficiëntie, bijvoorbeeld evenementen, Appelpop bijvoorbeeld en Corso misschien op een andere manier of een betere manier kunnen samenwerken. Wat misschien ook goedkoper kan. Hm. We kunnen het niet verkopen, ook niet onze eigen inwoners, van dat we maar de evenementen maar blijven schuiven. En we hebben het over het zwembad gehad, we hebben over het speelbeleid hebben we net even genoemd. Dat zijn allemaal zaken die allemaal goedkoper moeten. Dus je moet ook kritisch kijken, ook bij evenementen, van kan dat niet op een manier... Waar je nog steeds een leuk feestje hebt en waar iedereen nog steeds natuurlijk fantastisch graag naartoe gaat. Maar wel op gewoon efficiënter. Ja, nou, helder. En ik denk ook wel dat dat kan, eerlijk gezegd. Nou, is alleen maar goed om daar dus naar te kijken. Ja. Tom, mag ik jou hartelijk danken voor het gesprek? Dat mag jij. Nou, bij deze les. Tot ziens. Ja. Tijd geworden in deze aflevering van het Koetshuis voor de volgende gast. En dat is Robert van Galen. Hij is van de nieuwe partij, OD16. En dat staat voor? Dat staat voor Onafhankelijke Democraten 2016. Hoe is dat nou zo gekomen, Robert?
Hoe is wat zo gekomen? OD16, je was fractielid van D66. Ja, wij waren, want ik spreek niet alleen namens mezelf, maar ook namens Lisbeth Rodas. Wij waren lid van D66 in Tiel. Al heel lang lid was ik van D66. Maar uiteindelijk bleek dat we niet meer zo heel goed met elkaar konden samenwerken. En dat dat te veel ging schuren. Ja, en dan moet je op een gegeven moment maar de knoop doorhakken. Wil je dat doorzetten of niet? Nou, daar hebben wij op een gegeven moment van besloten. Dat doen wij niet meer. Wij stoppen daarmee. Ja. Wij gaan onze eigen route volgen. Pittig besluit natuurlijk. Pittig besluit. Maar ja, dat is onderdeel van de politiek. Moet je niet uit de weg gaan. Nee, ook weer onderdeel van die democratie. Zo is dat. Modder gooien, dat is ook gebeurd links en rechts. Nou, dat valt nog wel mee, vind ik. Ja, vind je dat? Ja, dat vind ik nog wel. Maar laatst heb je nog gemeld dat je niet gerooieerd bent, maar dat je lidmaatschap hebt opgezegd. Nou, Lothar Matthijssen natuurlijk, je bent gestopt. Nou, weet je, dat is misschien wel goed om toe te lichten. Als je voor een andere organisatie of partij of weet ik veel wat een bestuursfunctie vervult, gemeenteraad, provinciale staten, dan kun je niet gelijktijdig lid zijn van D66. Dat ligt gewoon vast in de statuten van D66. Dus wat je om statutaire redenen je lidmaatschap beëindigt. Iets anders is wanneer je gerooieerd wordt. Dat geeft het D66 landelijke bestuur ook aan. Als je gerooieerd wordt, dan zegt men echt, dan zegt men echt, luister eens, we willen niet meer in de partij, nu niet, nooit niet meer. Greep in de kas gedaan of weet ik veel wat, zoiets dergelijks. In de brief die wij van het hoofdbestuur gekregen hebben, staat expliciet dat dat niet het geval is. Nou, wat er dan gebeurt is, ik vind dat je dan heel zuiver moet zijn in de te kiezen bewoordingen. En daarom heb je dat zo gemeld. En daarom hebben wij dat zo gemeld, want aan de leden van D66 is per brief gemeld dat wij gerooieerd zijn. En ja, dat is toch iets anders dan dat van nu tot einde raadlidmaatschap. Ons lidmaatschap is stopgezegd. Sterker nog, wij zouden weer gewoon lid kunnen worden. Het is een vraag of ik dat wil, maar het zou gewoon kunnen, snap je? Okay. En ik vind dat je... Is er nog een mogelijkheid uiteindelijk, na volgende verkiezingen, dat jij weer aansluit bij D66 Tiel? Vraagt hij me zomaar te binnen schieten bij jouw antwoord? Dat snap ik. Ik heb sympathie voor D66. Dus D66 Tiel, dus daar is de sympathie minder voor. Ik ga me niet meer aansluiten bij D66 Tiel. Daar zal geen sprake meer van zijn. Maar lid worden, dat zou zomaar kunnen. Oké. Nou, dat is goed. Dat is op zich mooi. Ja. Er zijn natuurlijk ook kritische mensen die zeggen van, hartstikke leuk, Robert Vergalen is een hele vervelende meneer. Hij heeft 37 stemmen zelf gehaald. Mm-hmm. En moet je nu kijken, hij zit daar in die gemeenteraad. Mm-hmm. Welk mandaat heeft de man? Ja. Hebben ze een punt? Ja, weet je. Bij verkiezingen is het altijd zo dat degenen die bovenaan de lijst staan halen de meeste en daaronder nog wat minder. Als je kijkt naar... Ja, de eerste vrouw. En de eerste vrouw haalt er een heleboel. Lisbeth had er... Hoeveel had Lisbeth er? Ja, iets van 275. Mm-hmm. Dus ja, die heeft ook wel mandaat. En dus bij elkaar hebben jullie 300 zetels, maar dat zou... 300 stemmen. Ja, bedoel ik. Ja. Een zetel zou wel heel erg mooi zijn. Ja. 300 stemmen. Maar dan haal je de kiesdrempel natuurlijk bij de volgende verkiezing niet mee. Dus je moet er flink aan de bak. Maar dat hoeft ook niet. Want het is nog volstrekt onduidelijk hoe dat dan na 2018, geloof ik. Hè, dat die verkiezingen weer zijn. Hoe het dan verder zal gaan. Je hebt nog niet de intentie. Nee. Geen enkele ambitie op dit moment. Nee. Okay. Overigens wel leuk. Jij benoemt, hebt het heel goed uitgezocht, het aantal stemmen. Ja. Dat Lisbeth Rodas en ik gehaald hebben bij de laatste verkiezingen. Er zijn twee raadsleden van D66 samen. Dat is volgens mij Erik Henning en Ton Zuidema. Die hebben er een paar stemmen minder dan wij met z'n tweeën. Okay. Dus om aan te geven hoe relatief dit soort zaken is. Ja, daarmee zeg je dat het mandaat is er zeker wel. Natuurlijk. Zeker tot aan 2018. Absoluut. En het mandaat zit niet alleen in de kiezer, het mandaat zit naar mijn gevoel ook in wat heb je in te brengen en te melden. Ja, het gedachtegoed van D66 ja. Tiel, het gedachtegoed van Robert en van jouw collega Lisbeth Rodas, neem je dat mee in de nieuwe partij of hoe gaat dat werken? Ja, kijk, je kijkt op een bepaalde manier naar de samenleving. Mm-hmm. Je kijkt op een bepaalde manier naar hoe die samenleving zich ontwikkelt, hoe mensen zich daarin gedragen, wat er verwacht wordt. Daarom ben je lid van een partij.
je verandert niet opeens van gedachten omdat de samenwerking slecht lukt. Dus dat blijft, ik kijk dat blijft daar liberaal. Nog, ik kijk daar nog, zo, nog steeds zo naar. Ik vind mezelf liberaal en sociaal. Dat gaat niet opeens anders worden. Maar wel een kritische houding kijken naar hoe wordt dat in Tiel ja, uitgerold. Nou, jullie hebben met z'n tweeën voor het eerst als zodanig als OD16 in die raad gezeten ja. In augustus. Ja. Hoe beviel dat? Nou, dat was erg leuk. Wat maakte het zo leuk? Nou, je weet van tevoren niet hoe andere partijen daarop zullen reageren. Mm-hmm. Dat is een beetje een inschatting maken. En wat blijkt dan dat iedereen, zo goed als iedereen, nou voor mijn gevoel iedereen, eigenlijk ons als normaal raadslid niks aan de hand ontvangen heeft, alsof er niets gebeurd is. Nee. En dat heeft denk ik toch ook wel met ons als persoon te maken. Ja. Tijdens de raad, na afloop, ja, geen centje pijn. Nou, dat is een ontspannen sfeer had ik het idee. Wat hebben jullie gebracht als OD16 in die eerste vergadering? Nou, in die eerste vergadering was er aan de orde het schoolzwemmen. Precies. Hè? Dat was een van de zaken die speelde. Het was natuurlijk al even een paar keer er van tevoren te sprake geweest. En op initiatief van de Partij van de Burgers is er een motie gekomen. Die gaat dan even rond, zo van is er steun voor zo'n motie. En die hebben wij gesteund vanuit OD16. En de gedachte was, goh college, ga nog eens aan de tafel met schoolbesturen, aanbieders van het zwembad, hè, ja, sportfondsen, om te kijken hoe het schoolzwemmen, waar toch al bezuinigd zou moeten worden, oud besluit, wat daar nog van te realiseren is. Nou, voor ons is beduidend van belang dat de schoolzwemmen blijft. We zien het als een onderdeel van bewegingsonderwijs, dus je kunt er wat breder naar kijken. En dan kun je wel zeggen, want die discussie was er wel, de raad heeft bezuinigd op schoolzwemmen. Nou, dat is een bedrag van 90.000 euro. Het besluit is ooit genomen in een lange rij met bezuinigingen. Nu moet dat worden geëffectueerd. Je bent een tijd later in de tijd. Je hoort uit de samenleving behoorlijk wat geluiden. Burgers die zich daarover ongerust maken. Ook vanuit scholen en schoolbesturen die zich daar ongerust over maken. Vanuit je rol als volksvertegenwoordiger pik je die signalen wel op. Dan zou je kunnen zeggen, ja, we voeren die bezuiniging hoe dan ook uit. Je kunt ook zeggen, nee, luister, volksvertegenwoordigend, we leggen het eens even opnieuw op tafel. Hè, met de wijsheid van nu, maar eens kijken van, wat doen we daarmee? En we vragen het college is om met die partijen nog eens aan tafel te gaan, om te kijken, is er een oplossing te bedenken? Nou, ik vind dat dus een mooie vorm van burgerparticipatie. Ja. Bewoners laten zich horen, organisaties laten zich horen. Kun je wel zeggen, oké, wij wachten rustig af als bestuur. Komt u maar met een voorstel, maar je kunt ook zeggen, nee, dit signaal is genoeg om het als politiek zelf op te pakken. Het is een belangrijk signaal. Ik denk ook dat het voor burgers heel lastig is om met partijen zoals schoolbesturen, sportfondsen aan tafel te zitten. Daarvoor hebben we een instituut, heet de wethouder. Ja. Heeft een opdracht, nu via deze motie. En nou, dan gaan we eens kijken wat daarvan terecht komt. Maar het signaal was heel helder, hè? Dat schoolzwemmen, ga nogmaals aan de bak, want we willen niet zomaar rücksichtsloos een streep door dat schoolzwemmen. En waarom niet? Al jarenlang is er sprake van in Rivierenland gezondheid. Hè? Ja, obesitas is hoger dan de rest van het land. Is slechter in deze regio. De laatste rapport 2015 van de GGD toont dat opnieuw aan. Dus denk ik, ja, dan is bewegen belangrijk. Belangrijk. En dan hoort het schoolzwemmen. Of op een andere manier georganiseerd ook bij. Gaat OD16 zich ook een beetje als luizende pels manifesteren? Ja, weet je, dat is zo negatief. Een luis in de pels die kriebelt. Nou, dat hoeft niet per definitie. Maar wat wij wel gaan doen is positief, kritisch de zaak volgen. Dus als er vragen te stellen zijn, dat stellen we ze. Nou, dat hebben jullie gedaan onder andere over de WLP, de West-Luidense Poort. Ja, daar zit vertraging op, op de bouw, zullen we maar zeggen. Ja, dat klopt. Uiteindelijk, komt het wel aardig op tijd af. Ja. Hoe zit het in elkaar? Nou, jullie vraag. Je ziet, de West-Luidense Poort begint boven de grond te komen. Eindelijk heb je het idee van hier gaat wat moois ontstaan. En dat is er natuurlijk ook. Prachtig gebouw, prachtige functies. Sta ik helemaal achter. Maar onder de grond zat natuurlijk heel veel vervuilde grond. Gasbedrijven en in de provincie Gelderland
Is er een saneringsprogramma voor het opruimen van al die gasterreinen door heel Gelderland. Dat is allemaal gebeurd? Dat is allemaal gebeurd. Het programma is afgerond. Er staat in de Gelderse stukken. Er is een contract, een subsidiecontract met de provincie overgesloten. Maar je ziet wel dat er vertraging is. Nou, dat heeft toch te maken waarschijnlijk met die sanering. Dat is mijn inschatting, want daar zijn ze mee begonnen. Daar lang mee bezig geweest. Daar zijn ze mee begonnen ja. En daar is wat vertraging ontstaan. De centjes die daarvoor nodig zijn geweest om dat extra te doen, wie gaat dat betalen? Dat is onduidelijk. Kijk, daar zal de nodige duidelijkheid over moeten ontstaan. Wat wij nu willen weten is, voldoet Tiel aan het contract? Op welke manier moet er worden gerapporteerd naar de provincie? Als er extra geld nodig is, waar moet dat dan vandaan komen? Want de provincie heeft aangegeven in haar laatste begroting 2015 dat dit programma helemaal is afgerond en de resterende gelden zijn toegevoegd aan de algemene middelen van de provincie. Dus dat geld is daar niet meer voor bestemd. Dus ja, als het extra geld gekost heeft, en dan moeten we nog zien, dan moeten we ook nadenken met elkaar. Waar komen die centen vandaan? En nou is de verantwoordelijke wethouder, dat is Lauw Verspuy, op D66. Hij informeert die raad bij tijd en wijle van hoe de vorderingen gaan bij de WLP. Mm-hmm. Dat gaat allemaal goed. Heb jij die kennis toevallig? Ik heb die kennis niet. Nee, ik wil gewoon weten van het college, hoe is de stand van zaken rondom de sanering? Een van de vragen die wij hebben gesteld hebben is een hele open vraag. Wat is de stand van zaken op dit moment? Nou, dat is een manier van vragen stellen. We hebben de zakelijke feiten vanuit de provincie op een rij gezet. Voldoet de gemeente Tiel daaraan? Ik ga ervan uit van wel, want anders hadden wij gehoord dat het niet zo was. Dat wil ik graag bevestigd zien. De vertraging heeft gevolgen. Leg maar op tafel hoe het in elkaar zit. Want ik vind ook als er echt problemen zijn. Volgens mijn informatie was het zo, maar dat durf ik niet 100% te zeggen, dat het risico is van de bouwer. Hè? Ja, kijk, hoe dat juridisch al elkaar zit, dat weet ik niet. Ik heb geen inzage in die stukken, dus wellicht dat nog komt. Okay. Ja. Daar ben je ook niet als raadslid overheen geïnformeerd? Ja, weet je, er komt regelmatig informatie die onder geheimhouding verstrekt wordt. En daar ga ik niks over zeggen. Nee, want dat mag je niet. Nee, dat mag ik niet. En ik wil niet een strafbaar raadslid zijn, zeggen. Nee. Dus als jij die vraag hebt, moet je ze aan het college stellen volgens mij. Okay. En wij willen gewoon weten, hoe is die sanering verlopen? Zijn er extra kosten? Is het contract met de provincie op de juiste en wijze uitgevoerd, afgerond? Hoe wordt er over gerapporteerd? Goed, daar gaan we het antwoord van krijgen in de toekomst. Welke zaken tot slot, Robert, staan er nog meer op jullie programma? Hè, waarvan je zegt van ja, dat heeft aandacht nodig voor de toekomst. Nou, een van de zaken waar wij natuurlijk naar kijken is lokaal bestuur. Hoe functioneert het lokale bestuur? Dat is ook wel een gegeven van D66 geweest altijd. Ja. Hè? Nou, daar maak ik me sterk voor. Maar daarop inhakend? En daarop inhakend kijk ik naar de regioontwikkeling. Er liggen een heleboel programma's op het gebied van de regio. Dat is aardig dat je daarover begint. Ambitiedocument. Ondanks heeft Van Schelven, de burgemeester van Culemborg, afscheid genomen. Ja. Ik weet niet of je zijn speech hebt gelezen. Nee, heb ik nog niet gehoord. Wat hij eigenlijk zegt, kort samengevat, is, wij als Culemborg, hij was burgemeester van Culemborg, de gemeenteraad heeft eigenlijk steeds minder te vertellen. Mm-hmm. Dat komt ook omdat die raad dat zelf aangeeft van, in verband met burgerparticipatie, om dingen bij de burger neer te leggen. Ja. Herindelen, daar ontkom je niet aan. Alhoewel hij een kanttekening maakt en zegt van ja, per definitie hoeft het niet zo te zijn dat groter beter is. Nee. Ja, wat is je vraag nu? Ik wil even inhaken op jouw verhaal. Jij zegt van, wij gaan daarnaar kijken. Dan zou je zeggen van, moeten wij ook over die stadsgrens als Tiel gaan kijken? Dat doen we doorlopend. Hè? Kijk, wat je in Tiel de hele tijd hoort, dat we met allerlei organisaties te maken hebben. De regio, Rivierenland, de BSR, GGD. De RAR, de GGD. Ja. Kijk wat er allemaal gebeurt met allerlei partijen samen. En wat je ziet is dat die besluitvorming heel complex is. Vaak zijn de zaken in de gemeenteraad van Tiel pas aan de orde als het al geweest is. Als het in het regionaal bestuur al geweest is. Ja. Dat is de verkeerde volgorde. Dat moet echt anders, vind ik. Robert van Galen, en dan neem ik ook aan Liesbeth Roders, die zeggen eigenlijk,
En bestuur, hou de vingers aan de knop. Ja, niet alleen aan de knop, maar draai er ook zelf aan als eraan gedraaid moet worden. En of het antwoord nu is allerlei samenwerkingscontracten, of het antwoord nu is herindeling. Maar wat je ziet is dat er zo'n tussenbestuurslaag op allerlei fronten ontstaat. Waarvan je jezelf moet afvragen hoe functioneel en democratisch legitiem is die. Mm-hmm. Omdat er getrapt naar gekeken wordt. Hè. De besluiten die door regio Rivierland genomen worden, moeten door alle gemeenten genomen worden. Mag ik het zo omschrijven? Ja, de vraag is of dat een wenselijke richting is. En zeker, kijk, op het uitvoeringsniveau van een aantal regelingen heb ik er niet zoveel moeite mee. Als het beleid wat erachter zit, maar wel sterk beïnvloed en gemaakt kan worden door de gemeenteraden van de verschillende gemeenten. Nou, dat is soms lastig. Dat merk je aan allerlei trajecten die lopen. Kijk naar het ambitiedocument, er moet voor deze regio wat gebeuren. Hè? Logistieke hotspot, economische ontwikkeling. Ga zo maar door. Gaat over de grenzen heen. A15. Maar raden moeten daar wel samen over besluiten. En dan zou het misschien wel eens verstandig kunnen zijn om ook na te denken over herindeling. Er wordt allemaal een beetje omheen gedanst. En denk ik, jongens, heb het erover met elkaar. Zorg dat die democratie lokaal, regionaal goed blijft werken. Nou, dat is een helder verhaal waar OD16 voor staat. Ja. Robert, we blijven jullie natuurlijk kritisch volgen. Dat is logisch. Willen je graag nog binnenkort weer eens een keer uitnodigen, zodat je het een en ander kan toelichten. Ja. Mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende maand weer. Graag tot dan.